Ja. Hallo. Hoi. René, Rosalina. Vincent. Nog eentje. Zo. Nou, we zijn hier bij elkaar gekomen. En dat is om voor Evie, want jij wil uiteindelijk naar de Haven. In het begin. Nou, ik kan samen met het Lobos team zeggen dat het eigenlijk niet verstandig is om jou nu wel naar de Haven te laten gaan, maar niet in het tweede jaar te laten beginnen. Want we vinden met het team dat je theoretisch wel goed bij bent, maar qua lesgeven, dat het nog niet zo ver is. Dus wij vinden gewoon dat Eefje gewoon het eerste jaar moet beginnen. En waar schiet zij in tekort dan met lesgeven? Zij schiet in tekort als echt tekort is een raar woord. Maar als het niet goed genoeg is, is het de sport op zich. Dat kun je ook aan de cijfers heb je wel kunnen zien dat sport niet echt super is. Maar in het geval lesgeven is nog niet. Maar dan is het vooral over de sporten turnen en sporten, voetbal en spelsporten. Dat kan eentje volgens mij wel aan. Ja, nou, het is ook vooral de techniek op alle sporten. Hardlopen, turnen, al dat soort dingen. Dan moet je toch wel een gemiddelde cijfer van een vind wel als het beste van de leerling acht moet je zijn. Nou, dat is op sommige sporten wel, maar niet op alles. Dus, nou, wij hebben gewoon het advies voor alle loopbaanleraren dat Eefje niet het tweede jaar van de ABO is stromen. Ja, ik vind dat een goed idee, want ik denk wel dat ik het kan. Ik denk het echt. Ja, ik weet zeker dat ik het kan. Zeker dat je het kan, oké. Okay. Maar wij hebben dat besluit genomen en dat wil je dan te accepteren. Ja, ik zal het wel moeten accepteren, want ik vind het leuk. Nee. Ik denk niet dat er iets te accepteren van. Zij kan dat toch weer groeien, hoor. Zij kan, als ze het tweede jaar instroomt op het aan, maar ik nog 3 jaar om te groeien. Ja, voordat ze het echt beperkt hebben. Maar wij vinden gewoon dat met alles, dat het niet verstandig is, na 2 jaar zijn. Natuurlijk, wij zeggen niet, we moeten natuurlijk ook met ALO goed kan sluiten, want we zijn ervan vinden. Maar wij van de CEO's vinden het nog niet goed idee om jouw tweede laatste. Dus is dat duidelijk? Zeer duidelijk. Oké, dan zou ik zeggen, wel thuis, goede terugreis. En in ieder geval, dan wil je jullie weer. Dank u wel. Ja? Ik moet ergens heen. Help. Dat kan niet, hè? Nee, ik moet ergens heen. Ja, het eerste gesprek hebben we niet gekoppeld.